We beginnen met een heel ander onderwerp, namelijk de wijkagent. In heel veel plaatsen is hij of zij een bekende verschijning. Op straat, maar ook steeds vaker te vinden door social media, zoals bijvoorbeeld Twitter. Meestal begin ik eigenlijk in Schijndel en dan het eerste wat ik doe is mijn mailtjes bijlezen, bijwerken en kijken wat er de andere dag gebeurd is, waar eventueel nog actie op ondernomen moet worden, ook vanuit de wijkagent. Ik bel eigenlijk eventjes terug naar aanleiding van het Twitterbericht wat ik van de week verstuurd heb, waarop je gereageerd hebt. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk wat al heel vaak gezegd is, het kennen en gekend worden. Ik denk als wijkagent ben je gewoon de ogen en oren in een wijk. En is het belangrijk dat mensen dus je kennen en je gezicht zien. Ik ben nu ruim een jaar zelf wijkagent hier in Sint-Oederode. Nou kom ik zelf uit Rooi, dus ja, dat maakt wel een verschil dat je daarvan al heel veel mensen kent. En het voor mensen denk ik wat makkelijker is om te zeggen van oh, die bellen we wel even, want die kennen we. En ik denk dat wel een groot voordeel is. Als je aanspreekbaar bent, dan hoor en zie je gewoon veel meer. We zitten toch veel te veel nog in de auto en je rijdt voorbij en ja, goed, dan ben je voorbij. En mensen die hadden misschien iets willen zeggen, maar die doen het niet, want je bent gewoon dan niet aanspreekbaar. Dus als je gewoon een rondje door de wijk maakt of in het centrum, ja, dan hoor je zoveel meer. En dan, oh, nou ik je toch zie, dan kan ik wel even... En dan gaan mensen hun verhaal doen. Dus dat is gewoon eigenlijk natuurlijk waar het meeste halen valt. En zo is dat ook met de horecaondernemers, winkeliers. Ja, als er een diefstal plaatsgevonden heeft, ik vind het dan fijn om eventjes binnen te lopen om te zeggen van jongens, let op, zo en zo ziet hij eruit. Hij is net in een andere winkel bezig geweest. Om dat even persoonlijk te doen. Mensen die hebben je dan weer even gezien en dan krijg je ook al bedankt. Fijn dat je even waarschuwt. We houden onze ogen en oren open. Ik zeg ja, en bellen als je hem ziet. Sinds een aantal weken zijn wij met een aantal politiemensen aan het twitteren. We proberen daar regelmatig berichten op te zetten. Met name van dingen die er in Sint-Oederode gebeurd zijn. Dat spreekt mensen dan natuurlijk aan die in Rooi wonen. Ze weten van, oh, dus daar wordt er veel ingebroken in een auto. En onlangs er was nogal een toename van het aantal fietsendiefstallen. Ik heb dat ook op Twitter gezet. En daar kreeg ik eigenlijk gelijk een reactie op. Dus van iemand die zegt van, oh nou dat lees. Ik denk wel dat ik iets gezien heb wat voor jullie van belang kan zijn. Dus ja, en zo moeten we denk ik vooral gebruik maken van de social media. Hallo. De grote kracht is denk ik dat je weet wat er in de wijk speelt. En het bereikbaar zijn, het gezicht kennen, dat de grote kracht is van een wijkagent om zo je informatie binnen te halen. Ja, en meer informatie over de wijkagent vindt u natuurlijk op politie.nl.